ieder geval iets, iets te zien is. Dat lijkt me erg belangrijk. En hoe ze iets te bereiken. Ik heb hier voorbeelden van dingen die ik erg mooi vind. Is bijvoorbeeld wat de Russen destijds bedacht hebben in de vorige eeuw, rond 1920, 1914. Een infrastructuur door de lucht waar treinen onderaan hangen, die door gebouwen heen gaan, de andere kant naar buiten. Echt, als je in die trein zelf ziet, dat je zelf iets ziet en dat je ook als je daar woont, dat je ook iets kan zien. Dat je zo'n mooi bewegend ding door de lucht ziet. Een ander voorbeeld van gaaf constructie is Sushov. Een Russische constructeur die met veel minder materiaal destijds, dus in de tijd van de Eiffeltoren al zei, kan met veel minder materiaal 100 meter hoog bouwen. De Eiffeltoren is 300 meter, hij kan zo 400 meter hoog. Hij vond de Eiffeltoren maar een soort vroeg Romaans bouwwerk met wat gaten erin. Terwijl dit ja, heel rank, slank, geweldig sierlijk. Dit soort constructies heeft gebouwd. Er staat nog een radiomast in Moskou. Dat was destijds al slecht onderhouden. Dat is echt ongelooflijk mooi. Of Tappi, ook uit dezelfde tijd. Het is wel allemaal oud, maar dat, die oude dingen die hadden toch nog echt ideeën om vooruit te kijken. En de toekomst als iets heel speciaals te zien. Om de Tappi-toren, of de Tappi, die een mooie toren heeft bedacht. De gigantische constructie over de Wolga, 400 meter breed onder. Ja, ook zo ruim, ja, 500 meter hoog. En daar een model van heeft gebouwd. En dat was dan een staalconstructie waarin gebouwen zaten. En die gebouwen, drie gebouwen zitten erin. En die gebouwen die draaiden rond. De een met de snelheid van het jaar, één keer per jaar rond. De andere één keer per maand. En de andere één keer per dag. Stel, je ziet zo'n gebouw zo en je weet dat het één keer per jaar ronddraait, alleen dan krijg je een geweldig besef van ruimtes, tijd en dat spreekt mij echt geweldig aan. Dat het echt iets te zien is. Je hebt geen enkele kermis is onder de grond. Als je feest viert en iets wil beleven, dan ga je boven de grond zitten. Ik heb er nooit een achtbaan gezien onder de grond. Je wil gewoon niet zien. En ik begrijp niet waarom ze dan met woningbouw en met infrastructuur aanleggen dat je altijd kiest voor iets wat je niet ziet. Het lijkt alsof daarom wordt ook een viaduct gekozen in plaats van een brug. Omdat ze Rijkswaterstaat zegt dan bijvoorbeeld, ja, het oog wil ook wat. Terwijl ja, het oog ziet dat je juist niks ziet is dan wat het oog dus blijkbaar wil. Onvoorstelbaar. Terwijl een landschap wordt alleen maar veel mooier als dit soort constructies erin staan.